Ik ben Morsen Schiefmacher, ik ben tatoeëerder en ik ben door Duvel gevraagd om het nieuwe glas te ontwerpen. Als ik een opdracht heb, dan gaan er al heel snel honderden ideeën door mijn hoofd heen. En ik ben dan op zoek naar inspiratie, ik ben op zoek naar wat geschiedenis. Ik probeer een beetje te lezen waar iets vandaan komt. Ik ga echt letterlijk meteen de boeken in. Orde in je hoofd, als je door die boeken zit te bladeren. Ja, dit is heel anders dan tatoeëren natuurlijk, omdat je met het menselijk lichaam werkt, dat beweegt, dat leeft. Je hebt geen mening van het glas. Je moet je rekening houden met als het glas leeg is, dat het ontwerp er goed uit moet zien. Als er bier in zit, moet het glas er goed uitzien. Vanaf het moment dat ik het ontwerp heb, dan zie ik hem al echt voor me. En dan weet ik ook gewoon echt hoe hij eruit gaat zien. En dan heb ik er zo'n zin in. Dan kan ik gewoon echt niet wachten om hem in het echt te zien.